De makker is niet zo goed als knock-out. Ah, alleen zijn familie komt er ook aan. Verdomme man. Heb ik er bijna komt tussen ook drink bij me ademen. Het ja, is wel lekker heet jongens. Oh, het is zo warm zeg. Snap je? Want, want ik ben heet. Het komt niet door het weer. Ik was al die tijd al heet. Hallo, knipoog. Awkward. Oké. Okay. Ik heb water. Blijf gehydrateerd. Dit is geen sponsor voor water overigens. Oké, okay, dat is voldoende hydratatie voor één Ark-aflevering. Welkom, mannen en vrouwen, bij een nieuwe aflevering van Ark Eternal. Vandaag gaan we onthullen wat er achter deze mysterieuze deur verstopt zit. Ik geef jullie een hint. Het is een dikke mod. Drie keer raden wat het is, oké? Okay? Oké. Okay. Zet hem even lekker in de comments neer. Uh, wat gebeurt daar nou weer? Waar zijn nou we gaande? Ah, oh, man, alweer zo'n wyvern die we moeten. Ah, oh, oké. Okay, okay. Met Metallic. Ga de kant. Met Metallic. Aan de kant. Prime Griffin. Los dat eens even op, maar Ik word echt legit. Elke keer wanneer ik een opname begin, word ik aangevallen door een wezen. Deze plek is niet vriendelijk om, om in te leven, weet je wel? Het is levensgevaarlijk zelfs. Levensgevaarlijk. Dus uh, ja, we moeten nou weer eerst gaan beginnen met. Ah, maar, oh, maar met de verdomde ding doden, man. Ik doe veel damage, maar ik kan hem niet bijhouden. Ik hou geen continue damage. Shhh. Het wordt steeds heter. Het wordt alleen maar heter. Hoe meer opgewonden ik word, hoe heter het wordt, oké? Okay? En ik heb een pet op. Nou, nou is iedereen wild, hè? Bedankt. Bedankt, gozer. Man. Oké, uh, uh. oké. Okay. Okay. We, we pakken hem nu. We pakken hem nu. dit is de moment. Hoe kan dat ding nog leven, joh? De man. Oh, ik, ik wil wel eens een HP checken, maar ik ben bang dat hij dan dadelijk eens dood bijt, weet je wel. Goh, iedereen, iedereen durf hem met me mee. Ik ga even allemaal lekker op neutral. Nou moet hij ook dood ook. Hé, hey, sexy rexy. Werk even. Hij is dood. We hebben hem. He, he. Nou, nu we toch bezig zijn, mannen. <laughs> Pak deze ook wel meteen. Ja, deze, uh, deze is eigenlijk wel zo dood. Ja. Oh, man. ik kan veel hebben, joh. Legit, iedereen zit erop. Ik, iedereen Iedereen zit helemaal hitzig erop. Zo van: hé, als wij hem doodmaken, wordt het misschien frisser hier in huis. Maar lijkt er niet op. Alhoewel, misschien. Wordt het frisser? Wordt het frisser? Nee, het is nog steeds warm. Ah man. Zo jammer, man. Oké, nou, al deze wilde gasten die. Je hebt goed Is er nou nog een ravager die daar staat? Oké, nee, 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 nee. Deze doen we passen. Hij staat blijkbaar net niet in mijn oké? dit is we passive. Want anders krijgen we het probleem dat die, die reten snelle dino's van mij, weet je wel. Laten we zeggen, die poison en deze elemental lightning uh, is. Deze hij, deze man. Ja, dan krijgen we dat verhaal weer: dat die, uh, dat die te wild worden. En, oh, wauw. En ik zal overal gaan rondhangen. Oké, okay, dus uh, mooi opgelost. Iedereen staat daar lekker te chillen. Lijkt erop. Laten wij maar beginnen met de aflevering. In de vorige aflevering hebben wij, zoals jullie weten, dit hele mooie wezen getemd. Dit is zeker weten, een van de beste wezen die je ooit had kunnen themen. Ik, ik laat het gewoon even weten, oké, okay? want dit. Wat motje. <laughs> De wat motje motje is het beste motje van alle motjes, oké? Okay? Dit ding doet meer dan een miljoen torper per hit. Hij heeft niet veel HP. Zie je, hij heeft maar 80.000 HP. Ja, nu iets meer natuurlijk, want ik heb hem net geleveld. Nu heeft hij dus nog steeds 80.000, maar bijna 81.000 HP. Maar deze man. Doet reet te veel torpen. En dat maakt hem op dit moment, dus, uh, zowat mijn meest kostbare bezit. Dus ik heb hem even lekker binnen geparkeerd. Voor, voor het geval dat er een firewave vandaan komt, weet je wel. In ieder geval waar mijn staan. Tot net. En elke keer wanneer ik inlog. Maar uh, dat bracht me ook op het idee. Wat nou als ik zeg maar allemaal van dit soort schuren maak? Net als de mot. Alleen dan tot, tot aan de bovenkant van de gate, weet je wel. Want dan heb je al die sterke, specialere wezens van je. In een soort van hokje staan waar je ook doorheen kan kijken door middel van deze gates. Dat leek me gewoon een heel leuk principe uh, om later aan te werken. Natuurlijk is mijn kasteel nog niet klaar. Maar we zouden dus een sectie van het kasteel kunnen gebruiken daarvoor. Nee! Wat nu weer? Oh, er wordt weer iets aangevallen. Hij doet 17.000 damage, maar ik heb geen idee op wat. Laat me dan nou gewoon rust, man! Pietsen! Ah. Draai bij. Je bent verdomde langzaam. Maar het is maar mijn Fire Griffin, weet je? Dat hoort niks te boeien. Maar vooralsnog. Doe even kalm, man. Oké, okay, nou Firewave, kom even met me mee. Je kan overduidelijk niet voor jezelf zorgen. Je ja, hebt het goed geprobeerd, Makka, maar je kan het overduidelijk gewoon totaal niet. Hé, hey, ik kreeg een comment. Ik, ja, ik weet. Ik... Het leek op bullshit, weet je wel, maar dat stond in. Demon Eternal Dodo. Want die dingen. Want die dingen die uh, kun je in een koelkast laten evolven. Hier loopt er een, weet je. We kunnen een Majo voeren. Mejo! Oké, okay, wie, wie van jullie heeft een Majo Berry? Ja, uh, één van jullie heeft sowieso een... Jij, totaal niet. Jij, ik pak deze gewoon al een keer. Misschien werkt dat wel, weet je. Dodo. Ah, joh, dat is zo gedaan. Oké, okay, oké. Okay. Oh, what? Wow. Wow. Wow, wat? Jongens, ik heb eieren. Volgens mij. Ik heb een paar, een paar eieren. Oké. Okay. Daar man, dat was één berry, acht eieren. En we hebben een getamed. Kijk, allereerste team van de aflevering. Ik weet dat jullie teams leuk vinden. daarom moeten jullie blijven kijken. Oké, okay, hoe werkt dit? Oh. Oké, okay, wacht. Kom even met me mee dodo op. Dodo, dit, dit is belangrijk. Dit is speciaal. <laughs> daar gaan we weer. <laughs> Lekker met de kop in de kont van de dodo. Yo, maar even terug naar dat dinu-schuurverhaal. Jullie zien dat ik hier zeg. Nou. Oh. Hé, hey, zien jullie hier daar recht voor? Ja, zien jullie. Hallo? Nee, jullie zien hier. Godverdomme. Jemig. Jullie zien daar dit. Dat ik hier een soort van kant heb aangebouwd. Zoals ik zei, uh, het lijkt me tof om deze beest een soort van in de vorm van een kruis te doen. En dan in de zin van, uh, dit is het middenpunt, en dan komen er nog vier langere stukken aan. Dus die dino-schuur zou ik dus een van die onderdelen kunnen maken. Dat ik daar hier bijvoorbeeld. Gewoon een lange strip aanmaken met allemaal verschillende kooien waar ik doorheen kan wandelen. Als een soort van paardenstal, tot, laten we zeggen hier of zo. Dan kan ik er allemaal van die uh, bijzondere dino's dus in doen. Die ik niet zomaar dood wil of bescherming nodig heb. Of gewoon, gewoon, weet je wel, een sterke draak of zo. Wat gewoon tof is om eruit te halen wanneer je hem nodig hebt. Maar ja, Dodo, jij kan dus blijkbaar evolven. Evolve into Ruffus Dodo, the walking fridge. Hey, comments, kijkers b Roeders. Jullie logen niet tegen me. Dat is cute. Dat kan ik, dat kan ik waarderen, oké. Okay? Dus het enige wat we moeten doen is heel wat besties erin: Mecho, Fiber, Azul en oh, wow. Wauw, dude, dat gaan we doen. Waar is allemaal Fiber? Hier, pak wat Fiber. Je hebt niet zoveel nodig. Ja, man. Oké, okay, we gaan even Berries verzamelen hoor. Heel even snel, weet je wel. Gewoon ekke snel. Waar is mijn ekke snelle Dino? Daar is mijn ekke snelle Dino. We noemen de deze noemen we gewoon even Bolt, weet je wel. Van Lightning Bolt. Omdat die uh, stroom is. Hey, ik vind het wel een coole naam. Volgens mij is er een film die Bolt heet, bedenken me nu. Maar dat maakt niet uit. Dit is wel een, uh, een geinig naampje. Oké, okay, kan ik hier even veilig een struikje wegplukken? Uh, uh, ja, lijkt me hier wel behoorlijk veilig. Oké, okay, ik heb 50 nodig van alles. Van alle berries. Dus er zijn een paar struikjes blijkbaar. Ja, we ernaast. Tinto en nak had ik volgens mij niet nodig. Dus dan is dit wel. Ja, dat is dit gewoon voldoende. Oké, okay, nou even snel terug naar de base. En met even snel bedoel ik uh, de dingen zo eten snel. Kijk eens aan. Daar zijn... We... Oh makker. Nog een koelkast, Tessu? Oh, nee, jij duwt langer om te themen. Oké, okay, koelkast. Kom even lekker hier. Ik, ik heb spul voor je, man. Ik heb echt spul voor je. 100 mechos. Ah, fiets, dude. Dat is echt een flinke fiets. Ja, dat betekent dus dat ik nog even wat struikjes moet wegchoppen. Hallo, struikmunterders. Waar zijn alle struiken? Ik zweet! Wat een leuke hobby is dit? Kan ik hem niet uitvoeren in een zwembad? Oh nee, dan verdrinkt mijn PC. Oké, okay, dit zijn uh, pittig grote eieren. Geen idee wat ik hiermee kan. Maar dit zijn er pittig veel voor één mechel. Of uh, wat was het? Nog voor één azul berry, rode berry, of zo'n ding. Ik neem ze maar gewoon allemaal mee omdat het kan, weet je. Maar ik heb geen idee wat ik hiermee kan, oké? Okay? Ja, dat moeten jullie mij echt laten weten. Hij heeft meer dan 40 eieren uitgepopt, dude. Doe normaal. Maar hier heb je nog een berry. Veel plezier met poepen. Oké, okay, hoe is het met jou? Je hebt, uh, je hebt een stuk minder uitgepoept. Hier heb je de, de, de laatste berry-restant. Oké. Okay. Verander in de koelkast. Evolueer. Voor mij. Ev ev evolueer. Oh, dat, du dat duurt nog even. Oké. Okay. Uh, hoeveel eieren heb je ondertussen alweer gekweekt? Ge nog geen. Hier, pak die dan maar. Stik er maar in, hè? Hier, pak die ook maar. Oh, damn. Ik had snel dat thema. Oké, okay, we gaan weer naar de koelkast. Hij gaat nu transformeren. Ik voel het. Hoe ver is hij? Hij is bijna klaar. Het wordt bijna een koelkast. En dan wordt het Raffus. The Walking Fridge. <laughs> ja, ja, dat klinkt wel mooi toch? Wow! Oké. Okay. Manip. Hij evolueert. Hij. hij Wauw. Uh, is hij al klaar of. Hallo? Wat. Is dit. Is dit zeg maar wat ze bedoelden met. Ja, oh, dat is een hele domme. Oh. That's nice. Moet ik eruit gaan of zo? Is dat het ding? Is dit ook wat er gaat gebeuren wanneer ik een Prime of zo wil evolven? Het duurt wel lang namelijk. <laughs> Kom op. Dat is geen eens epische muziek. Doe, doe je dingen. Wauw. Wow, die ziet er wel sick uit hoor. Maar nee, we hebben nu een lopende koelkast. Als ik hier iets in doe. Oh, hij kan alleen op weight geleveld worden. Oké. Okay. Nou, nah, sorry, maar dan ga ik hier even een hitching post plaatsen. Gewoon, uh, gewoon even hier bij de muur, denk ik. En dan ga ik jou even tegenaan zetten hoor. Kan ik je optellen? Ja, mooi. Oké, okay, dan krijg je meteen levels erbij. Dan ga je volledig hard level op weight, natuurlijk. Uh, Hitch Dino and... en. I Never Wondering. Dude, we hebben een sick ass dodo. En het is een koelkast. Cool Dat is toch cool? Snap je? Oké, okay, nou heb nou ik twee koelkasten. Cool je, je hebt een hoger level koelkast cool namelijk. Dus dit is een kont te showen aan mij. Maar ja, maar, maar, nog één Tinto Berry weet je aan we hem. Kijk, nu hebben we er nog één. Ik ga, ik ga jou er gewoon bijzetten. Ik ga je nog niet transformeren, omdat ik nou. Uh, mijn hoofd in je anus heb. Maar het komt nog, oké? Okay? Het komt nog. Uh, we, kom... we komen er wel. Oké, blijf maar gewoon lekker hier staan. En dan doen we weer een hele wandering. Oké, okay, nou ja, leuk. We hebben in ieder geval lekker dodus getamed. Dan nou gaan we, denk ik, even met de motto temmen. Of we beginnen met bouwen. Ik heb geen idee. Laten we even kijken wat we überhaupt hebben gedaan de vorige keer qua bouwen. We hebben. Oh ja, we hebben deze toren eraan gemaakt. Die was nog niet helemaal klaar. Uh, dit stuk is wel vet geworden, vind ik. Alleen ik vind het hier in de afwerking wat minder. Zeg maar dit stuk van. Ik kan, ik kan niet fatsoenlijk landen met dit ding, jongens. Land. Land. Kijk, het kan wel. Wel. Ik kreeg ook heel veel comments. Maar... Oh, oh, oh my God. Rudy, dat sandstone is lelijk. Make it hell fire. Maar eerlijk gezegd, uh, nee, nee, gewoon niet. Oké, okay. dat heb ik al zo vaak gedaan. We maken nu lekker sandstone. Maar kijk eens aan. Dit, dit vind ik dus lelijk. Ik, ik zou er een wel neer kunnen zetten. Maar ik weet niet. Het sluit gewoon niet lekker aan, weet je. En And... ja, dit. Ik kan dit sowieso doorbouwen tot daar. Maar dan heb je hier zo'n onnodig perceel ding, weet je wel. Dat vind ik dan weer een beetje jammer. Zullen we maar even kijken hoe we dat gaan oplossen. Misschien is het wel zeker als dit op een gegeven moment gewoon aansluit aan het dak. En dat we, dan, dat we het gewoon door laten lopen. Ja, dat is misschien wel een optie. Maar dat ga ik nu dus niet doen. Dan ga ik waarschijnlijk doen wanneer alle vier de, de kanten zijn aangesloten. Dus ja, uh, deze kant. Waarschijnlijk dan de kant van het dino gedeelte. En dan hou ik deze kant nog even als vrije inloopkant. En dat was het, denk ik wel. Oké, okay, is het nu tijd? Is het nu tijd om de mod eruit te halen? Wat oh. motje. Ik ga even de kracht laten zien, oké? Hij is. Ik ben. Oh, wat is er met je weight, man? Heb je maar zo weinig weight? Oh, dude. What? Ah, oh, oké. Okay. Ik wil ook even kijken hoe dat Evolve ondertussen werkt. Hier staat het wel een beetje: Craft an infernal potion. Put in the inventory of your dino. Write the dino. Then press X to start the process. Oké, okay, dan komt er een dome En dat duurt 30 seconden. En dan. dan, dan Oké, okay, dan krijg je een Infernal version. Dus een Prime kan ik evolueren naar een, naar een Infernal. Oké. Okay. Uh, make sure that there are no other dinos are nearby. Um, when you had X. Oké. Okay. Dus een Prime Griffin kan ik evolven naar een Infernal Griffin. Alright. Craft a Evo Compi Matrix is the boss summoner. Dat is wel een tamed evolution compie. It will want raw prime meat to grow, into, grow in dino age. En een couple, oké. Okay. En de compie die evolueert uiteindelijk in dark star. Damn, dit wordt intens. Oké, okay, maar we kunnen dus een... Het gaat dus... Het evolver draait dus om de potions. Dus we kunnen hier een... Infernal Potion maken. Oh, wat? Uh, 200 Black Pearls. Geen probleem. Dino DNA en Dino Heart zijn eigenlijk ook geen probleem. We moeten ze alleen farmen, zeg maar. Rare Flowers en Mushrooms. Ook niet. Hide ook niet. Generic Sol. Heb ik nog nooit gezien. Een Dino Heart of een Generic Artifact. Oh, Generic Artifact heb ik wel gezien. Dat zijn gewoon de artifacts van de map. Dat is geen probleem. We hebben ook deze: Ball of Elemental Energy. Fuel for Elemental Ice Evolutions. En we kunnen nog een Elemental Cursed Evolution maken. En dat kost voornamelijk dus kristallen. Dus het komt erom neer dat er nog super veel dingen moeten. Killen. En dat dat eigenlijk een prioriteit krijgt boven het thema. Dus laten we daarmee beginnen en daarna gaan themen. Wat ik dan dus wil doen, is. Ik kan wel de mod meenemen, mocht hij dus een leuke thema tegenkomen. Maar dan neem ik jou mee op mijn schouw. Nee, dan ga ik nou eerst op je zitten, want jij kan natuurlijk vliegen. En hij is best wel snel. Alhoewel. Hmm, ja, oké, okay, genoeg gedacht. Ik ga al vliegen op deze man. Nee, ik ga niet vliegen op deze man, want ik heb even, ik heb even iets nieuws bedacht. Wij gaan naar de vulkaan toe en we gaan daar die beesten doden, oké? Okay? Die skelettenmannen. Jij blijft hier binnen. En dan pakken we die snelle Griffin, man. Met wat is onze sterkste Battle Dino? Uh, wat een meerdere primes, toch? Of zeg ik nou iets geks? Wat een Prime griffin. Oh ja, wat een Prime Deodon natuurlijk. Ah, maar natuurlijk. Oh nee. Joh mannen, jullie moeten echt eens hierheen komen. Hoor. Ik vind het nou wel mooi geweest, hè. Genoeg rondgehangen daar, hoor. Verdomme Poison River. Doe het voor de keer normaal, man. Kom, doe het voor normaal. Hé. 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 Hij doet niks. Hé. Kom dan. Hé. Hij doet het niet. Het is defect, ik zweer. En het is warm, ik zweer. Non de ju. Kom, snel, 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 snel. En hij is binnen. Hij is binnen. We did it. Yeah, we did it. Oké, okay, lekker, man. Prime Deodon, hoeveel damage deed je ook? Nee, ik bedoel, sorry. Prime Varkentje, hoeveel damage deed je ook alweer eens? Ik heb jou nog niet gepick-up. Wat? Oh, nee. Je hebt toch geen zadel maar gekopen, Oh, oké. Okay. Die had geen zadel. Anders was de server nu gecrashed. Maar, Prime Varkentje. Dus buiten ook direct zijn hier nog andere speciale dino's. In de vorm van. Uh... Een hoopje botten Misschien krijg je daar de cursed souls van Of in ieder geval die zielen die we nodig hebben De generic souls, zo eten ze ja Dat was dus mijn vermoeden, ze zijn wel sterk Maar nothing I can't handle, denk ik, met een, uh, met een deodon het is Alleen even veilig landen, weet je Dat is dan weer een ander probleem Zie je, daarom dus, man Dat ding doet 27.000 damage, doe normaal Probeer even te landen, zodat ik kan switchen van dino, oké okay? Heel even maar Oké, okay, dan, dan doen we het lekker hier, weet je Dan doen we het gewoon lekker hier Deodon, snel, kom jij, kom jij op mijn schouder Theodon, lekker man. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? De Deodon heeft al honger. Joh. Stop even met healen. Waar gaat hij dan? Shit, dit gaat pijn doen. Dat deed veel te veel pijn, of niet? Ja, dat deed heel veel pijn. Oké, okay, ik doe 51.000 damage. Laten we die draak maar even skippen. En even hier genezen. Oké, okay, daar gaan we dan. We zijn nu in het meest gevaarlijke gebied van de wereld. Maar niet thuis. Oh, man, in één keer dood. Oh, wat jammer nou. Op zich niet verkeerd dat we hier zijn, want nu kunnen we dus ook kristallen farmen. Als we gewoon even 100 van die ro <laughs> Gewoon even 100 rockdreks killen, weet je wat er komen we er wel. Fakt is wel heel snel, dus ik moet mezelf niet voor kant maken bij de richels allemaal. Hé, hey, drie dino-die. Is dit een god? Is dit nou even een god? Die ken ik nog niet. Deze ken ik serieus nog niet. Waar komt dit op? Uit, joh. Wisten jullie af van deze grot? Want dit is echt compleet nieuw voor me. Wauw, het lijkt op niks. Dat was spannend. Waar moet ik nou wel heen dan? Ah, joh. Dat hem, normaal, joh. Nou, ah, hij is dood. Oké, okay, laten we even wel filteren. Want er zijn natuurlijk allemaal verschillende soorten Skeletal Dino's. Je ziet ze ook niet heel goed. Ik zie daar volgens mij wel een Carno-variant. Ja. Een Wyvern dus. En een Giga of een. Nee, dat is een Rex. Dus ik zeg, laten we beginnen met de Carno-variant natuurlijk. Dat is de makkelijkste. Althans, het lijkt mij de makkelijkste. Er lijkt ook niks anders in de buurt te zijn. Geen idee hoeveel AP's hij 12.000 damage. Maar wel met een gnash effect. Ik denk wel dat ik deze aan moet kunnen. Ja, ja, dit is maar 1 miljoen AP. Die heb ik zo dood. En hij is nu uh, dood. Dood? Hij is nu dood. Hey! Maar ik kreeg niks speciaals van hem. Val me dan weer een klein beetje tegen. Oké, okay, daar heb je ook een kwetselvariant. zie ik nu. Kunnen we misschien ook wel even proberen. Come on man, fight me. Oh, dit is de vluchtende soort kwetsel. Ah, oké. Okay. Merkwaardig. Deze had wel twee immortal crystal hatches. Wel leuk om te hebben. Maar daar gaat het mij niet om. Yo, ik heb hier wel een basilisk skill. Maar anyway, laten we dan maar nu gaan voor de t-rex. Misschien dropt hij wel iets. Ik zou anders niet weten waar ik de generic zal en wat dan ook vandaan moet halen. We moeten dus van iets een ziel hebben. Maar hoe krijg je het? Moet je het craften? Dat zou wel kunnen. Dit is een t-rex. Ja, dit is een t-rex. Oké. Okay. Hij doet ook 17.000 damage. Best wel veel. Maar dat houdt me niet zozeer tegen. Hij heeft wel iets meer HP dan de Carno, moet ik. En op zich, hij doet wel veel damage met dat extra bloedeffect, weet je wel. Soms zelfs 27.000. Maar niks, niks wat de Prime Deodon niet aan kan, denk ik. Vakketje, vakketje was hem even, oké. Okay. Oké, okay, maar als we dan tegen twee dingen moeten, dan wordt het wel te veel. Vermoed ik. Hij heeft nog 800k HP. Oh, het zijn er wel twee! Jemig! Maar... Ga, ga ik dit doen? Ga ik dit redden? Het, ik zou het net kunnen redden, weet je. Yes, dat is de reks, dat is de reks. Ik, ik wil niet dat het varkentje doodgaat. Varkentje! Varkentje, doe het hem gewoon. Oh, niet, niet, niet doodvallen. Oh, nee. Oh, no, dude. Als hij daar was gevallen, dan was hij kapot gevallen, jongens. Oh, wat? Nee, 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 nee. Oké, okay, daar zit dus ook een giga bij. Dit, uh, het heeft nog wel een tasje gedropt, zo te zien. Maar ook met niks speciaals, jammer genoeg. Ja, XP potion is altijd handig om te hebben, maar dus geen zielen. Hmm, oké. Okay. Nou ja, dat was dus eigenlijk de reden waarom ik hier kwam om te killen. Ik dacht dat het hier een bronto vast zat, maar het was overduidelijk dus iets anders. Ik zag nog ergens één trike rondlopen. Die wil ik op zich nog wel doden, maar... Maar gast, die dingen vallen niet op je. Ik zweer, het is zo donker allemaal. Hier, hier is hij dus. Oké, okay, trike u. It's time for you to die! Yes, we hebben hem. Eternal, eternal Gilly... We hebben eternal, eternal Gilly gauntlets. Daar doe ik het voor. Wauw. Ja, maar die zien er wel kleurrijk uit, laten we even eerlijk zijn. Hij heeft een ander balkje, oh nee. Kijk, mijn handschoenen jongens, zo mooi. Ja, het beste wat ik nu kon doen is denk ik gewoon even wat dingen killen voor kristallen. Maar eerlijk gezegd, dan moet ik wel heel veel killen op een, op een hoop. Ah! Uh, dat is een... Dat is een flinke alpha deform denk ik. Wow, dat was bijna intimideren. <laughs> hij, hij komt zo langzaam omhoog ze van. Hé, uh, en hey. toen weet ik hem in één opdood. Oké, okay, dat was wel grappig. Ah, was wel geinig, hè. Hé, hey, duimpje omhoog als je dat ik geinig vond. En drie keer raden waar we nu zijn. Inderdaad, terug in mijn kasteel. Ja, juist oké. Okay. Laten we even de mod pakken. Yeah, one was mooie. We nemen geen Battle Dino mee, want we moeten die andere mee terugnemen op de schouder, natuurlijk. Voor de rest hebben we ook helemaal niks nodig buiten mutten. En dat heb ik gewoon. En ik dacht dat ik een Prime T-Rex zag staan op de route naar de vulkaan. Althans, was dat hier of was dat dichter bij de vulkaan? Volgens mij was het aan het einde hier, aan het einde van de weg. Het is niet echt een weg, maar het einde van het landschap. Hey We hebben nu ook de Manticore Helmet Skin. Rarina's. Ik zit me nu alleen echt even af te vragen hoe die T-Rex was, joh. Ik kan me herinneren dat ik hem. Ik zag een blauwe T-Rex, ja. 100% zeker. Maar waar. Oh, dude, jij bent Ben Fire of Alpha? Oh, dat is een fire versie. Jo, maar hij ziet er zo cool uit. Maar het is niet wat ik zoek, hè? Nu zoeken we even de, de raw power. De brute strength. Dat is een prime Carno, weet je? Dat zou misschien ook wel kunnen werken. Maar het is niet wat ik zoek. Ik zoek iets beters. Alleen, uh, ja, waar, waar is dat ding heen? Ik zweer, man, ik zweer. Ik zag hem. Ik kan ook voor een prime Archie gaan. Die doet ook best wel damage, denk ik. Maar eh, niet zoveel als de T-Rex. Eh. Of een cat. Nee, nee, nee. We nee. moeten echt die T-Rex even vinden. Ik ben gewoon 100% zeker dat ik hem zag. Oké. Okay? Ik kan ook gewoon gaan voor een Prime Gaiganoto. Oh nee, Gigantophyticus. Zou kunnen. Zou kunnen. Maar uh, het is geen T-Rex, dude. Het is geen T-Rex. Het is wel makkelijk om te. te oh! Een Prime Tilakoleo. Dat, dat lijkt me pittig sexy, namelijk. Maar het is geen T-Rex qua damage, weet je. Oh, maar het is wel nice. Hoeveel. topper heb jij? God, Ja, dat is zo moeilijk. 4 miljoen. Ja, heb ik zo'n knockout, weet je dat? Maar ding is, hij moet op kunnen tegen een. Een Mega Fiticus of zo. Of een Dodorex. Weet je wel. Dat soort dingen. Dat kan die, denk ik niet. Ja, misschien wel hoor. Maar ja, die dingen doen wel net iets meer damage. En ik ben gewoon helemaal kwijt waar die T-Rex stond, blijkbaar. Wow. Ik dacht dat die best dicht bij B stond. Maar dat, uh, ja, blijkbaar niet. Of hij is gewoon helemaal weggelopen. Ah nee, ik word aangevallen door een. Nee joh. Ik word aangevallen door een Dorn jongens. Dat is niet goed. Dat is allesbehalve goed. Ik kan niet wegvluchten voor de ding. Qua snelheid. Dat kan ik niet. Ik doe wel redelijk wat damage. Maar ja, ik moet hem knock-out maken. Ik moet hem gewoon knock-out maken. En ik kan niet sprinten. Want ik heb nog maar 61 stemmen Letterlijk. Oké, okay, nou is mijn stemmen op. Maar ik kan nog vliegen. Oh, ik kan niet meer aan... Oh, het aanvallen kost stemmen. Nou, laat bij, makker. Laat bij, zo hard als je kan. Kom op. Ja, 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 ja. Hij kan me niet raken. Hij weet niet wat hij doet. Het is, een, het is niet zo'n slimme draak. Oké. Okay. Ik heb hem nog een keer geraakt. Hij, hij valt dadelijk nog wel neer, hoor. Ja, hoor. Lekker voor je, pik. Ik ga je alleen wel doodmaken. Dat was vervelend. Dat was gewoon echt heel erg vervelend. We kunnen denk ik wel concluderen dat ik de T-Rex kwijt ben. Of ik vergis me nu compleet dus waar hij zat. Ik denk dat het laatste eigenlijk. Hier is nog wel een Indominus T-Rex. Het zou een optie kunnen zijn, weet je. Ik weet niet of hij op het niveau zit van al die andere dingen. Maar. Uh... Het is wel een Alpha Indominus. Weet je hoeveel toppen had deze? Wacht, laten we gewoon de testen doen en dan even kijken. Uh, weg, 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 weg. Oké. Okay. Oké. Okay. Die dingen maken me een klein beetje eng. Tjinsing. Ze maken keer daar eng. Oké, okay, 7 miljoen. Deze kan ik tamen. Dan heb ik een level 2000 Eternal Alpha de T-Rex? Oh, wow, wow. 1 hit en hij heeft nu al meer dan 2 miljoen. Gas, jij bent een easy tame. Ik moet alleen zorgen dat hij niet vast komt te zitten. Go, 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 go. Kaat hem. of ofè? Oh, oh, oh. Nou, laten we maar zeggen 5 miljoen. laatste stapje dan er maar erin. Woep. Oké, okay, mijn mod. Mijn venomot is lekker veilig. Maar wat modje bedoel ik? Ik heb de Allosaurus één keer geraakt. Natuurlijk uh, omdat hij in de weg staat met taming. Hij ziet er wel heel doop uit qua kleuren. Maar ik hoef hem niet te hebben eigenlijk. Het is alleen. Ja, weet je. Ik kan hem maar gewoon tamen. En dan heb ik hem staan. Maar hij heeft 10 miljoen torpen. Dat is wel heel veel. De makker is niet zo goed als knock-out. Ah, alleen zijn familie komt er ook aan. Verdomme man. Heb ik hem bijna? Komt er ook bij me ademen? Oké, okay, ik geef hem nog één happy. En jullie geef ik ook allemaal één hapje. Oh, maar jullie vallen dood natuurlijk. Ja, dat is het probleem van die andere dingen. Die vallen gewoon dood, weet je. You either fall dood or you don't fall dood. You know? Dit ding gaat ook gewoon even neer, hoor. Ik, ik ben klaar met dat ding. Oké. Okay. Nou, ik sta in de fik. Maar alles is dood of knockout out om me heen. Buiten die Archie. Verdomme, Archie. Laat me nog gewoon met rust, man. Probeer te tamen. Als dit ding nou wakker wordt, word ik echt... Word ik echt boos. Heel veel. Hoeveel topper heb je nog? Hallo? Oké, okay, nou. Kan ik wat hebben? Oké. Okay. Open het. Ik denk dat ik jou gewoon kan temen met mutten. Waar is mijn mutten heen? Oh jee. Yeah. Ik al. Althans. Ja, yeah, jij, jij temt gewoon lekker met mutten. Oké. Okay, ik, ik kan niet echt zien hoeveel. Ah, je doet één... Oké. Okay, 15, 16% per hap. Prima. Dus die hebben we zo getamd. En dan ga ik even kijken op wat jij doet. Want jij neemt denk ik. Ja, nee, dit is gewoon een alfa en een vleeseter. Dus pak toch gewoon mutten. Kijk eens aan. Er zit ook genoeg in. They... Oh, oh, nailed it. We hebben hem al. Een Eternal Alpha Indominus Rex, level 2999. Lekker, man. Super vet om te hebben, denk ik. Origineel konden deze dingen dus allemaal onzichtbaar worden. En de raptor summonen, net als in de film van Jurassic World. Alleen, ik zie nu dat ik dus een zadel van jou nodig heb. Indominus Deze. Ja, die moet ik even kraften. En tot die tijd, uh, ja, je moet me dan maar even lekker volgen, denk ik. Jaas! Yes. Veronek. Nice. Ah, niet, nee, nee. Je bent echt te snel. Je bent echt te snel. Dit, je bent echt te snel. En dan zijn we dan weer terug in de base met dus de Indominus Rex. En dus de Alpha Allosaurus. Allebei van bijna level. Ja, die ene is bijna level 3000. En deze is level 3239. Super vet. Lekker en nice. komt nu dus een mini probleempje want ik wil dan de Indominus meenemen. Ik wil de YouTube op mijn schouder hebben, maar ik moet er ook naartoe vliegen. Ik moet natuurlijk namelijk wel een Dodorex kunnen vinden en wat dan ook. Dus even denken hoe ik dat kan aanpakken. En ik moet natuurlijk een zadel hebben voor die man, dus dat gaan we ook even fixen. En dat is dus gefixt bij deze. Maar deze man doet dus pittig veel damage. Ik denk dus het ge uh, ja, de meeste damage van al mijn dino's. En hij heeft nu al door die kill 70 levels erbij. Oh, en zoveel HP. Ja, jongens, kijk dan, joh. Dat is abnormaal. Oké, okay, nou dan gaan we wel natuurlijk het een en ander op melee damage. Want dat is het meest belangrijke. Maar dan heeft hij nu dus zo'n 30 miljoen HP. En bijna 9000 melee damage. Holy shit. Hij is wel heel leuk met voetstappen. Dus dan moeten jullie maar even verdragen. Maar eh, dan is het nu tijd dat we de Jutta Deze man. Gewoon meenemen. Pick up. Mhm. Mm Oké, okay, de UT die zit op mijn schouder. Jij. Ja, nee. Nou wordt het. Ah, nou wordt het wel lastig. Oké, okay, we hebben een flyer nodig. Een vliegert. Oh, hier is een Prime T-Rex. Oké, okay, ja, dat kunnen we onthouden voor de volgende keer. En als ik me niet vergis, moet ik hier dadelijk wel een Dodorex gaan zien. Oké, okay, dit lijkt me het meest veilige eiland eigenlijk. Ja, we, we gaan gewoon even hier veraf parkeren, oké? Okay? Dit, dit lijkt gewoon veilig. Gewoon clear, oké? Okay. Jongens, ik kan hem niet weggooien. Het is bugged. Kan ik nog op jou zitten? Anders, oh, anders heb ik de server laten crashen, denk ik. No! I crashed the server. Oh no. Ja, dat was dus een kleine rollback. Weet je, ik hou het toch maar voor gezien voor vandaag. We pakken de volgende keer wel even dat ding aan. En dan lopen we. Ja, dan lopen we er waarschijnlijk gewoon naartoe. Dus ja, alles is uh, een klein stukje gerolbacked. Ik heb gelukkig nog wel de teams, want anders zou het heel naar zijn. Maar voor nu ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Vond je het tof? Laat het dan zeker even weten. Vond je het niet tof? Ei, hey, boei me geen hele flikker hoor. Tenzij, tenzij je goede feedback hebt van. Hey, goed, die kun je beter doen. Weet je, laat het me weten. Maar ja. Ik zie jullie in de volgende. Hey, später.